Er loopt een man door de woestijn. En die man wil me één ding neuken. Maar wij weten ook allemaal, in de woestijn valt er niet zoveel te neuken. Dus na 9 jaar woestijn denkt die man, oké, dan mijn kameel maar. Hij draait de emmer om, hij gaat op de emmer staan. Hij wil hem even lekker in de kameel prikken. Die kameel kijkt om en die denkt, ja, dag. En die doet hem maar stappen naar voren. Dit gaat 8 jaar lang zo door. Op een gegeven moment ziet die man een Fata Morgana. Wat blijkt, het is geen Fata Morgana. Het is daadwerkelijk een Fiatje 500. Het is turquoise. En er zit een beeldschone vrouw, een jonge vrouw, diep te snikken. En dan zegt mevrouw, waarom bent u zo verdrietig? En die vrouw zegt, omdat mijn leven voorbij is. Het water is op, mijn auto doet het niet meer. Ik zal hier moeten sterven. Mits iemand mijn auto aan de praat krijgt. En als iemand mijn auto aan de praat krijgt, wat hij wil, ik doe het. Hij doet de motorkap open, hij draait de sproeier uit de carburateur. Hij blaast de zandkorrel eruit, hij doet hem terug, start te lopen. Hij zegt, mevrouw, goede reis. En die vrouw is zo sportief dat ze zegt, meneer, beloofd is beloofd. Wat u wil, ik doe het. Hij zegt, kunt u 2 minuten mijn kameel vasthouden?